Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over hypercholesterolemie, oftewel een te hoog cholesterol in het bloed. Ons lichaam komt op twee manieren aan cholesterol. We krijgen het binnen via voeding en de lever maakt het voor ons aan. Hierover leer je meer in de les over cholesterol en lipoproteïnen. Maar goed, hier kan je dus wel al de twee hoofdoorzaken van hypercholesterolemie in terugzien. Een ongezonde eetgewoonte. Kan leiden tot hypercholesterolemie omdat er te veel cholesterol via de voeding binnenkomt. Denk aan het eten van veel verzadigd vet, eten van heel veel cholesterolrijke voedingsmiddelen en zelfs ook het te veel eten, onafhankelijk wat je dan precies eet, met overgewicht als gevolg, kan leiden tot een hypercholesterolemie. Maar er bestaan ook aandoeningen waardoor, onafhankelijk van wat iemand eet, de lever te veel cholesterol aanmaakt. Dit wordt primaire hypercholesterolemie genoemd. Waarvan de familiaire hypercholesterolemie, vaak kortweg FH genoemd, het bekendste is. En daar zal ook de rest van deze video over gaan. FH is de meest voorkomende autosomaal dominante aandoening, waarbij er wordt geschat dat 1 op de 300 mensen dit heeft. Autosomaal dominant houdt in dat een mutatie op één gen al voldoende is om de aandoening te krijgen, en de kinderen van een patiënt hebben 50% kans om het ook te krijgen. Er zijn meerdere mutaties bekend die allemaal tot FH leiden, wat gekarakteriseerd wordt door een abnormaal hoog LDL-cholesterol in het bloed al sinds kinder- of zelfs babyleeftijd. Laten we even het plaatje uit de video Cholesterol en lipoproteïnen erbij pakken. De meest voorkomende variant is dat de LDL-receptor niet meer goed werkt. Die zie je hier. Hierdoor kan de lever LDL minder goed uit het bloed weghalen en dus stapelt het op in het bloed. Hierbij is met name van belang dat het in de bloedvaatwanden gaat opstapelen, wat leidt tot atrosclerose. En dat leidt dan weer tot hart- en vaatziekten. In plaats van een mutatie op één gen, wat we heterozygoot noemen, bestaat er ook een variant waarbij allebei de genen zijn aangetast, homozygoot. Mensen met homozygoot FH hebben een zeer ernstige vorm van deze aandoening en hebben intensieve behandeling nodig om hart- en vaatziekten te voorkomen of uit te stellen. Symptomen zijn gevolgen van de opstapeling van cholesterol, waarbij je dus onder andere ook de opstapeling van cholesterol zou kunnen zien. Dit zijn bijvoorbeeld xantelasmata rond het ooglid, een arcus corneae aan de rand van het hoornvlies en xanthoma tendinium op pezen, zoals de achillespees en de strekpezen van de handen. Ook kan je de gevolgen zien van de optredende atrosclerose, zoals angina pectoris, claudicatio intermittens, hartinfarcten, tia's of een herseninfarct voor het zestigste levensjaar. Aangezien het familiaar voorkomt is vaak ook onderdeel van het verhaal dat het in de familie zit. Dit geldt voor de aandoeningen uit het rijtje hiernaast, maar ook voor plotselinge hartdood die verder niet gespecificeerd is. En natuurlijk heb je afwijkende labuitslagen bij de patiënt of bij de familieleden met een sterk verhoogd LDL-cholesterol. De diagnose wordt gesteld na anamnese en familieanamnese, lichamelijk onderzoek en labonderzoek. Indien nodig zijn er ook genetische tests beschikbaar, maar die zijn vaak niet nodig voor de diagnose. De belangrijkste hoeksteen van de behandeling is het verlagen van LDL-cholesterol om zo het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Zonder behandeling is de kans namelijk groot dat de patiënt op jonge leeftijd overlijdt aan hart- en vaatziekten. Tegenwoordig wordt iedereen die dat nodig heeft behandeld met cholesterolverlagers. Maar voordat deze beschikbaar waren, kregen patiënten met FH op jonge leeftijd hart- en vaatziekten. Een ander onderdeel van de behandeling is het testen van directe familieleden, of ze de aandoening ook hebben en zo nodig moeten worden behandeld. Niet-medicamenteuze manieren om de kans op hart- en vaatziekten te verlagen zijn gezond eten volgens de richtlijnen goede voeding, genoeg bewegen, streven naar een gezond gewicht, streven naar minder stress, stoppen met roken en alcohol beperken. Medicamenteus worden statines gebruikt om de aanmaak van cholesterol door het lichaam zelf te verminderen. Eventueel aangevuld met andere cholesterolverlagende middelen, zoals bijvoorbeeld ezetimib. Verder worden andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten aangepakt als dat aanwezig is, zoals het optimaliseren van de bloeddruk en de glucosewaarde. Bekijk ook de les over voeding en hypercholesterolemie of verdiep je in de labwaarde van cholesterol. Bedankt voor het kijken!